Derde klassers, nog een lesje, maar deze keer over het kloklezen. Ik weet dat dat voor veel kindjes moeilijk is, dus ik ga nog een stap voor stap vertellen wat wij allemaal moeten doen. We hebben twee soorten klokken. We hebben de analoge klok en we hebben de digitale klok. Ik ga beginnen met de moeilijkste, dat is de analoge klok. De analoge. In dat woordje zie ik die O's en die zijn belangrijk. Waarom zijn die belangrijk? Omdat ik eerst ga moeten kijken naar de grote wijzer. Terug een woordje met een O. De grote wijzer. Ik moet kijken of die grote wijzer in de overkant of de voorkant staat. Weer. Woordjes met een O. En als ik mijn klok bekijk, dan is dit de overkant en dit is de voorkant. Nu als ik naar mijn grote wijzer kijk, de grote wijzer kan ook de grootste cijfers hebben. Want die telt niet de getalletjes die erop staan, maar die telt die kleine streepjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, zo tot 59. Dus de grote wijzer heeft ook de hoogste of de grootste cijfers. De kleine wijzer, die volgt deze cijfers die erop staan. Dus die gaat maar tot 12. Als ik mijn klok bekijk, en ik ga hier zoiets nemen, en ik wil kijken hoe laat het is. Dan kijk ik dus eerst naar mijn grote wijzer. Staat die in over of in voor? Die staat in over. Dan kan ik al schrijven over. Hoeveel over? Wel, mijn grote wijzer volgt die vele streepjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jullie hebben ook geleerd van dat met sprongen te doen. 15. Het is 10 over. 10 over wat? Nu kijk ik naar mijn kleine wijzer. 10 over 10. Een nieuwe oefening. Ik ga kijken naar mijn grote wijzer. Staat die in over of in voor? Die staat in het voorgedeelte. Ik noteer dus voor. Hoeveel staat er voor? En nu opgelet, nu gaan we niet zo gaan tellen, maar we vertrekken altijd van onze 12. Voor over tellen we zo de streepjes, voor voor tellen we zo de streepjes. Dus ik tel 5, 10, 15. 20, 20 voor, 20 voor, wat? En hier maken heel veel kindjes een fout. Het staat tussen 1 en 2. Dat betekent, ik ben al voorbij de 1, maar ik sta nog voor de 2. Dus het zal voor 2 zijn. Ik ga nog eentje bij voor doen. Zo, ik kijk weer altijd opnieuw eerst naar mijn grote wijzer. Die grote wijzer die staat in welk deel? Over of voor? Die staat in voor. Ik noteer mijn voor. Dan ga ik tellen. Altijd vanaf mijn 12. Ik ga tellen hoeveel voor. Misschien kan jij het niet zo goed zien. 5, 6, 7. 7 voor. Dan kijk ik naar mijn kleine wijzer. Die staat tussen de 4 en de 5. Dat betekent, als ik mijn trap opgestapt heb, 1, 2, 3, 4. Ik sta tussen 4 en 5, dus ik sta nog voor de 7.
Groetjes allemaal, dag de klassers. Vandaag ga ik een beetje uitleg geven over het kloklezen digitaal. Digitaal. Ik hoor daar, of ik zie daar, geen O in staan. Dus kijk ik niet eerst naar de grote wijzer, maar wel eerst naar mijn kleine wijzer. Moet ik bij de digitale klok kijken of het over of voor is? Nee, niets met een O. Ik begin naar mijn kleine wijzer te kijken. Waar staat mijn kleine wijzer? Die staat hier tussen 7 en 8. Denk na, als ik op trappen ga stappen, als ik ergens tussen de 7e en de 8e trede stap, zit ik dan al op de 8? Nee, dus het is 7 uur. Bij de digitale klok moeten wij altijd voor de puntjes en na de puntjes 2 cijfers hebben. Dus ik moet mijn 7 uur gaan schrijven, maar ik ga daar een minuutje voor schrijven. Het is 7 uur. Hoeveel minuten? En nu moet je goed opletten. Dus wat na de dubbelpunt staat, zijn mijn minuten. Die worden aangeduid door mijn grootwijzer. Maar deze keer mag die helemaal rondgaan. Ik werk niet met voor of over. Dus we gaan tellen. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. En die staat op 55. 7 uur 55. Jullie hebben ook al geleerd hoeveel of hoe laat dit is als het na de middag is. Want 7 uur 55 is 's morgens. Maar na de middag, daar hadden we ook een trucje voor. Wie weet het nog? Wat moesten we doen? Plus 12. Plus 12. Moet ik dit plus 12 en dat plus 12 doen? Of maar één van de twee? En welke moet ik plus 12 doen? De 7, want dit is mijn uur. Dus als het in de namiddag is, en ik ga je namiddag opschrijven, en dit is voormiddag, dan wordt dat 7 plus 12? 19. 19 uur en mijn 55 minuutjes blijven. Nog een nieuw voorbeeldje. Zo! Ik kijk dus eerst naar mijn kleine wijzer. Mijn kleine wijzer staat tussen de 1 en de 2. Denk na, ik ben aan het stappen 0, 1. Hij staat ergens tussen 1 en 2. Is het dan al 2? Nee. Is het 1? Ja. Dus mijn uur is 1. Dan kijk ik naar mijn minuutwijzer of mijn grote wijzer. En die telt alle streepjes. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 minuten. Dit is het uur, 1 uur 18 minuten voor de middag. Na de middag zal ik er terug 12 moeten bijtellen. 1 plus 12 is 13 uur en mijn 18 minuten.